Arsch gelackt. She makes herself known to the others. She knows she's meant to be here. Thank you, Letheline. I will never be able to express my gratitude. Ja, was war mir nicht wahr. Het ziet er inderdaad wel uit als een windperiel. Tread lightly. This is sacred ground. Oké. Daarvoor moet ik volgens mij van alles kapot maken hier, dus laten we dat nog maar even niet doen. Zodat die elfen niet te waarderen. I once saw the Empress's ass. Congratulations. Well, I didn't. I drew it, and someone said it was a good likeness. That's the story about trust. Okay. Ik kan alleen nog dat jongetje terugvinden natuurlijk. Harold, you're at home. I've destroyed the demons on your sacred ground. You were successful. You put an old man's heart at ease. Harold, you're at home. One of your clan wishes to join the Inquisition. You may continue to wish. I will not let Lorena leave with you. Not when I'm uncertain of your intentions. Another time. Sure.
Burts. Geen idee wat dat is. Laten we eerst even kijken dan. Even niet naar die burial site, eerlijk gezegd. De spindelwiet inderdaad op. Okay. Om 10-11 roet ben ik kwijtgeraakt. Heb zeg. Ik ga even naar dat andere, naar die andere zone toe. Dat zijn al dood. Ja, even kijken wat hier zit. Ben ik er ook geweest. Nee, niet. Oh. Wacht even. Oh, hier kunnen we energize. This is part of a larger set. Zou in de andere ding toch een ja. Bang voor. Hier kunnen we niet daar komen, zo te zien. Pri. Meteen even naar de wc. I will never forget what you've done.
gaan we het knabbelen. Eerst die grip. Zoek op dat stuk waar we al geweest waren, waar ik hem in eerste instantie niet kan vinden. Zo, wacht, hier ook ergens een rond. Oeh, ja, tuurlijk, daar staat het ding. Dat zijn een hoop rollen. Ja, ik ga toch maar even mee meehelpen. Ik ben benieuwd hoeveel we kwijt zijn. Hey Michel, hoe is het jongen? Ook goed, een paar dagen is vakantie. Zo ver terug zijn we nou ook weer ingezet, valt mee.
Ik had afgelopen week vakantie en dan tot en met aanstaande woensdag. In verband dat eigenlijk dit weekend bospop zou zijn. Daar heb ik gelukkig geen last van. Nee, ja, daar zitten we allemaal mee. Ik zag inderdaad dat er een nieuwe Formule 1 uit was, maar is, ja, niet mijn ding. Ik heb Amgeon nog helemaal prima met deze. Daar heb ik al twee playthroughs van gedaan. Ooit toen de game uitkwam. Dus dan de derde. Ja, dat komt ook aan het einde van het jaar, hè? Oh, kut. Dat gaat sowieso een hel worden. Want Watch Dogs en... Goed, Watch Dogs en dingen komen ook aan het einde van het jaar. Assassin's Creed. Dat zou mooi zijn. Aangezien een nieuw beeld verschoven is. Nou, alleen de betere van New World. Destiny 2 expansie. Volgens mij valt het wel mee wat dit jaar allemaal uitkomt. Heel veel is verzet natuurlijk, wat niet heel vreemd is. Even beter even kijken. En we dat ook meteen opruimen. Level 14. En archers. Nou. Dan ga je hem om. Beesten.
Ik dacht dat het wel meeviel eigenlijk. Laten we eens even kijken. Zo'n Revenant. Oké. Okay. Oh boy. Oh. Ik denk niet dat die komt dit jaar dan. Ik bedoel, we hebben de uitbreiding van World of Warcraft. Hier al aangekondigd op Blizzard Activision. Ja. Call of Duty is toch afgelopen jaar geweest, of niet? Dat ze een jaar wachten, net zoals EA doet. Want Battlefield is ook niks over bekend volgens mij. Dus Ubisoft heeft geprobeerd ieder jaar een Assassin's Creed uit te brengen bijvoorbeeld, maar dat was totaal geen succes. En inderdaad ook weer teruggegaan naar een meerjaars ontwikkelcyclus. Ik heb er wel iets van meegekregen dat er iets in de maak was van Fast and Furious, maar hoe of wat weet ik even niet. Fast and Furious Crossroads. Is dat de naam, ja? Oh god. Sowieso eens even bij die Game Info kijken. Laat van dit jaar. Voor de PC, maar die hebben al op PlayStation gespeeld. Oh, Hunting Simulator. Hey, op de 16e. Ik vind wel interessant. Booster is niet mijn ding. Eentje. Ik heb al genoeg gezien, oké. Okay. Niks interessants.
Dus ja, Horizon Zero Dawn, daar ga ik heel wat uurtjes in hebben zitten. Ik ga weer een volledige playthrough doen. Daar ben ik denk ik wel de hele maand mee bezig. Iets anders komt er eigenlijk ook niet uit, dus dat scheelt. September. Destiny 2 Beyond Light. Ja, Star Wars Squadrons, maar die ga ik meer uitproberen voor de singleplayer en dan de HOTAS VR mogelijkheid. Oh, wel een nieuwe Lego Star Wars, dat is dan wel leuk. En dan Watch Dogs Legions. November. Assassin's Creed. Cyberpunk, ja, nee, Cyberpunk komt wel nog dit jaar. Dat op 19 november, dus 2 dagen na Assassin's Creed. Oh, kut. Oh. Dat ja, gaat inderdaad een probleem geven. Dus we hebben het eigenlijk de hele tijd rustig en dan in november krijgen we gewoon 2 blockbusters tegelijk. Die komt dit jaar nog. Consoles. Oh ja, maar de games die voor volgend jaar eigenlijk op programma stonden, die worden ook weer doorgeschoven. Dus linksom en rechtsom blijft dat toch wel hetzelfde. Ik bedoel... Ubisoft kan zich dat misschien veroorloven om te lanceren samen met Cyberpunk. Alhoewel het allebei het RPG-genre is, dus dat gaat Ubi toch wel afleggen, maar Ubi is groot genoeg. Maar een hele hoop developers wil je niet in dezelfde maand of in dezelfde week als een blockbuster releasen, want dat ga je gewoon verliezen. Qua sales. En qua publiciteit aan streams, dat is ook nog eens de andere kant natuurlijk. Wat het wel meevallen. Niet gewoon veel zien tussendoor wat, wat indie, wat kleiner spul en dan weer een blockbuster. Ik miste alleen Skull and Bones en Quarantine. Die PvE Rainbow Six die ze aangekondigd hadden. Heb ik sinds die E3 vorig jaar helemaal niks meer van gehoord, of 2 jaar geleden.
Nou ja, ze zei al dat er nog een UB-Forward zou komen dit jaar. Dus misschien dat we daar wat meer over horen. Ah, die zullen inderdaad niet dit jaar komen, dat snap ik, want dan hadden ze er al veel meer van laten zien. Ik vind het alleen jammer dat het zo verdacht stil is bij Skull & Bones. Aangezien die al een paar keer uitgesteld is. Take the ramparts from the dead. They rise here, somewhere within these trenches. It started when those free men showed up. Strange lights, like blue fire. It must be magic. But the free men are just deserters from the... Be careful out there. Niet of we dit gaan overleven. Die staat er niet super goed bij. Doe jij niks meer? Waar ligt de andere party map? Ja, maar eens even staan. Er zijn misschien meer van deze pits. We moeten ze vinden. Solace, please, help!
ga ervan uit dat dadelijk hier de undeads in ieder geval stoppen. En zien we dat nou in de fik hebben gezet. Oh, ik behoort uit. When this is over, the nobles will still expect the peasants to send in the harvest. Even kijken. Oh ja, we weer terug heen natuurlijk. Free men bastards. Causing trouble. How's it been? All's well, it seems. Oh yes. All is well? Of course. Wonderful. Cleaning up takes longer than it. Anything else. I can't believe they retook the ramparts. Maybe if we got word to the Marshal. But Fort Reverson surrounded by undead and locked down. That's not a problem. What's happened here? It started when those free men showed up. Strange lights. Like blue fire. It must be magic. But the free men are just deserters from the armies. How could they have managed this? And why? Are you Imperial Army? Yes, Your Worship. I fight on the side of Grand Duke Gaspard de Chalon, rightful Emperor of Olay. The peace talks in Halam Sheral mean an end to hostilities, don't they? We're no longer fighting each other, but the demons, the dead. It was easier when we fought just men. You can win against men. I should be going. Oh my god, ook weer net tegen dat. Mm-hmm.
Even kijken hoe we daar kunnen komen. Dat laatste stukje niet op kan. Oh, wel, deze kant. Hopelijk. Shards. Oef. Nou, zo'n lekkere kret van 5000. Ik weet er even mee wachten. Er is ook een barrier om de zak in de fik te zetten. Dat hebben we niet nodig. Dus.
grond volgens mij. Uitroepteken maar. Ik vind het niet heel veel. Hier een uitroepteken. Het zal wel allemaal onder de grond zijn dan. Niet wat ik kan bedenken. Nou, even een kampje. Even terug naar die Western Plains weer. Ja. Roadmap. Western Approach.
dan was dat inderdaad deze en dan moest de kant in. Ook weer eens een keer 7. Op naar de rivier. Bijna hierna, bijna. Want dat zullen we straks allemaal nodig hebben om het kasteel te gaan verbouwen natuurlijk. Kom hier dadelijk bij heel veel elfenroet. Was het dat weer? Ah, hier is die brug die we gebouwd hebben.
God, dit is nou allebei gaan killen. Weer een laag elfen goed meegenomen. Zijn jullie al teruggespond? Oké. Okay.